Het is weer een nieuwe maand en dus ook weer tijd voor een nieuwe aflevering in onze maandelijkse serie Interessante Aandelen. En we gaan het deze maand iets anders doen, want normaal zou ik zeggen wat ik interessante aandelen vind, welke aandelen ik ben tegengekomen die mijn interesse hebben gewekt. En dan zou ik vervolgens over gaan vertellen. Maar nu ga ik juist aandelen waar jullie vaak vragen over stellen, sectoren waar jullie veel vragen over hebben, ga ik nu bekijken om te zien of het interessante aandelen zijn. En bij het bespreken van deze aandelen geef ik dus mijn mening, hoe ik de aandelen zie, welke kansen ik zie, welke risico's ik zie bij deze aandelen, deze sectoren op dit moment. Het is dus zeker geen advies om te kopen of eventueel als je ze hebt om te verkopen. Doe daar altijd zelf nog onderzoek naar. Het is puur mijn visie. Nou, genoeg onderwerpen dus om te bespreken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Als je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en in deze video gaan we dus kijken naar interessante aandelen. Eigenlijk andersom, zijn het interessante aandelen? Maar wat wel hetzelfde is gebleven in deze video van de serie, is dat we gaan kijken naar de vorige maand. Hoe heeft de vorige maand presteerd? En de vorige maand was eigenlijk een heel erg goede maand. Het was zelfs de beste maand qua prestaties sinds 1987. En zo zie je dus maar dat vaak flinke dalingen ook weer gepaard gaan met flinke stijgingen, waar we het afgelopen maand, of eigenlijk 2 maanden geleden dus, een flinke daling zagen, was het afgelopen maand juist weer een flinke stijging. Maar we gaan ook altijd kijken naar 2 beurzen en de aandelen van vorige maand, hoe die gepresteerd hebben. En dan beginnen we ten eerste bij de AEX. De AEX stond afgelopen maand 7,24% in de plus, dus dat is heel erg prima, denk ik. Kijken we naar de S&P 500. Die stond 13,7% in de plus. Dus wel weer een stukje beter dan de AEX. En dat heeft er denk ik mee te maken dat Shell een heel erg groot gedeelte, een heel erg grote invloed heeft op de AEX. En aangezien het met Shell op zich niet zo heel goed ging, heeft dat natuurlijk impact op de AEX. Terwijl juist kijken we naar de S&P 500. Staan 500 grootste bedrijven van Amerika in. Alleen de top 5, dat zijn Google, Amazon, Apple, Facebook geloof ik en eentje waar ik nou even niet op kan komen. Maar in ieder geval, die 5 zijn goed voor tussen de 20-25% van de waarde van die index. En juist deze bedrijven, techbedrijven vaak ook, hebben juist in de coronacrisis goed gepresteerd. Goede cijfers. Dus vandaar dat die natuurlijk ook hoger presteren. Dat de beurs dus ook hoger presteert dan dat de AEX doet. Kijken vervolgens naar de aandelen die ik vorige maand had uitgekozen als interessante aandelen. Dan was de eerste daarvan Albemarle, de producent zeg maar in lithium en dat soort grondstoffen. Die staat 9% in de plus de afgelopen maand. Vervolgens hadden we Adifica, het zorgvastgoedbedrijf. Die stond 4,3% in de min. En het laatste aandeel dat we toen bespraken was AB InBev, de bierbrouwer. Die staat 4,2% in de plus. En van deze 3 aandelen heb ik er 1 gekocht. En je raadt natuurlijk precies welke dat is. Dat is degene die in de min staat, Adifica. Juist omdat ik al veel met vastgoed bezig was, dat ik daar spreiding in wilde hebben. En een vorm van vastgoed waar ik wel in geloof op de lange termijn, dat is onder andere zorgvastgoed, want dat is niet met crisissen verbonden. Dat heeft meer met leeftijden te maken. Nou, we zien een vergrijzing aankomen. Dus dat was een van de redenen dat ik juist daarin wilde stappen. Alleen jammer dat dit aandeel nu net in deze maand in de min staat. Maar ja, ik heb zo'n aandeel gekocht natuurlijk niet voor een komend jaar of de komende maanden, maar de komende 5, 10, 20 jaar. Dus laten we hopen dat het dan in ieder geval weer beter gaat presteren. Maar dat waren dus de aandelen van afgelopen maand. Laten we nu juist weer vooruit gaan kijken. En voordat we naar de aandelen van deze maand gaan kijken, even een korte mededeling eigenlijk. Het is een soort eigen visie, maar ik denk ook wel een beetje de realiteit. We zien dat economieën weer open gaan. We moeten natuurlijk alleen wel beseffen dat we dan niet teruggaan naar de oude situatie, maar dat we eigenlijk een nieuwe situatie krijgen, zeg maar de 1,5 meter samenleving. En wat houdt dit nou in? Nou, denk bijvoorbeeld aan de trein. We kunnen natuurlijk wel allemaal de trein gaan pakken, maar heel veel plekken worden afgezet. Dus zeg maar 25% van de capaciteit zal nog maar benut worden in deze 1,5 meter samenleving. Voor restaurants en terrassen geldt dat eigenlijk een beetje hetzelfde. De verwachting is dat daar zo 30% van de plekken nog beschikbaar is. En dat je natuurlijk je restaurant wel open kunt doen, maar vervolgens maar 30% van je capaciteit kunt benutten. En ook de productie start weer op. Ook fabrieken komen weer op gang. Alleen kijk bijvoorbeeld naar Volkswagen, die zegt we starten de fabriek op. We verwachten alleen de eerste week zo'n 10-15% van de capaciteit te benutten. De tweede week dit misschien op te kunnen bouwen naar 40%. En dat betekent dus eigenlijk dat je verschillende weken, misschien nog wel maanden nodig hebt om weer op die volle capaciteit terug te komen van eigenlijk voor de crisis. Dus ga er niet vanuit dat in één keer alles open gaat, dat alles weer terug naar het oude gaat, maar dat het echt nog tijd nodig heeft. En zeker met zo'n crisis zoals nu en ook een virus waar we dus mee te maken hebben, dat het nog terug kan komen, dat we het
We hebben nog geen middel ertegen. Misschien over een half jaar weer terugkomt. Zeggen economen ook, en ook vanuit de medische wereld, dat we echt wel rekening moeten houden dat het misschien nog wel tot het eind 2021 kan duren. Of dat we echt helemaal van af zijn en echt terug zijn op de oude situatie. En hou die informatie dan even in je achterhoofd. Houd er rekening mee. Zeker wanneer we gaan kijken naar de kansen van de aandelen die we nu gaan bespreken. Laten we maar meteen beginnen met de eerste sector. En dat zijn de oliemajors, oftewel bedrijven zoals Shell. We hebben natuurlijk gezien dat de olieprijzen gewoon heel erg laag zijn. Dat de productie nog steeds hoger was dan de vraag. En we zien wel dat koersen inmiddels weer iets oplopen voor de futures voor de komende maand. Dit heeft er waarschijnlijk een beetje mee te maken dat de productie, OPEC heeft afgesproken de productie wat te beperken. Alleen dit is nog niet voldoende. Er wordt nog steeds meer geproduceerd dan er wordt afgenomen. Dus de kans dat raffinaderijen gaan sluiten wordt steeds groter. Omdat ook de opslag van deze olie op veel meer plekken vol zit. Of eigenlijk overal ter wereld zit die vol. Dus op een gegeven moment kunnen raffinaderijen de olie ook niet meer kwijt. Dus heeft het geen zin meer om open te zijn. Dus houd daar vooral rekening mee. Dat is in ieder geval iets wat Shell ook doet. We zagen juist de kwartaalcijfers van het eerste kwartaal. Die waren niet goed. De winst was gehalveerd. En ook zij houden rekening mee dat deze crisis en zeker de impact op olieprijzen nog lang aan kan houden. Dat is ook een van de redenen waarom ze dividend hebben verlaagd. En dat is eigenlijk wel een historisch moment, want dat is niet gebeurd sinds de Eerste Wereldoorlog. Dus dat geeft wel een beetje aan in wat voor situatie zij zitten. En eigenlijk geeft het ook meteen aan, ze waren een dividend aristocrat. Dus ze gingen elk jaar dividend betalen, liefst nog verhogen. En als ze nou hadden verwacht dat het maar één kwartaal zou duren, dan hadden ze genoeg kapitaal gehad om het dividend gewoon in stand te houden en die track record eigenlijk te houden. Maar aangezien ze het dividend dus nu verlagen, met 2/3 zelfs, geven ze eigenlijk aan dat het niet één kwartaal gaat duren, maar zoals ze stiekem dus ook al zeggen, of eigenlijk niet stiekem, ze geven gewoon aan, dit gaat niet één kwartaal duren. Kwartaal 2 gaan we er heel veel last van hebben. En voordat we überhaupt weer hersteld zijn, kan er echt wel maanden of jaren gaan duren. Moeilijke en belangrijke beslissing voor een bedrijf als Shell. Want Shell was natuurlijk heel erg interessant als dividendaandeel. Zagen ook terug denk ik in de koers. Op het moment dat dat naar buiten kwam, dat het dividend verlaagd zou worden, stond in ieder geval Shell weer 10% in de min. Heel veel particulieren, heel veel bedrijven beleggen in Shell. Niet vanwege het goede imago natuurlijk, maar vanwege het dividend. Nou, als dat nu wegvalt en ook voor de komende tijd onzeker wordt eigenlijk, is het aandeel gewoon een stuk minder interessant. Een andere manier waarop ze geld besparen zijn wat projecten die op de planningen stonden uit te stellen of niet meer te doen. Denk bijvoorbeeld aan het gasproject wat ze hadden op de Noordzee en dat soort dingen. Daar worden natuurlijk nu kosten bespaard, maar dat is echt op de korte termijn. Terwijl het project natuurlijk had moeten helpen Shell te verbeteren en te spreiden eigenlijk op de lange termijn. Dus ja, het is een beetje een lastige situatie voor een bedrijf zoals Shell. Eigenlijk alle oliemajors dus. Wat ze moeten gaan doen met het kapitaal dat ze hebben, waar gaan ze hun focus op leggen, hangt ook heel erg af van hoe lang dit natuurlijk gaat duren. Maar dit waren natuurlijk de negatieve kanten van het aandeel, waarbij je kunt afvragen, is Shell een interessant aandeel? Je kunt je ook afvragen, wanneer is Shell een interessant aandeel? Oftewel, wat zijn de kansen? Nou, dat heeft natuurlijk vooral te maken met het herstel van de oliekoers. Zoals gezegd, in Q1 halveerde de winst van Shell. Een heel groot gedeelte hangt natuurlijk af van die olieprijs, die nu zeg maar tussen de $20 en $30 lag, terwijl die in het verleden tussen de $50 en $60 lag. En er is dus een kans voor Shell dat wanneer de economie weer opstart, wanneer de vraag toeneemt, de olieprijs gaat stijgen en op die manier hun winst dus ook snel toe kan nemen. Het is alleen de vraag of ook echt die koers van de olie snel toe gaat nemen. Ik denk dat dat op zich wel meevalt en zoals Shell al aangeeft, best nog wel een tijdje kan duren. Een tweede kans voor Shell ligt juist bij het schrappen van het dividend, want eigenlijk is het heel vervelend voor de aandeelhouders die het nu hebben, zeg maar. Zeker als je vanuit het dividend daarvan uitging. Aan de andere kant biedt het ook weer kansen. Want juist door het dividend te schrappen, dat doen ze aan de ene kant natuurlijk, omdat de winst afneemt. Ze hebben niet zoveel uit te keren, of in ieder geval dividend minder te laten worden. 2/3 eraf. Dus ze schrappen het niet helemaal trouwens. Maar in ieder geval, de winst die ze hebben, kunnen ze ook niet uitkeren. Aan de andere kant, de winst die ze wel hebben, hoeven ze nu niet per se uit te keren. Of een groot gedeelte gaan ze ook niet uitkeren. En dat geld kunnen ze juist gebruiken om te investeren in die toekomst. Die projecten die nu dus stil liggen worden uitgesteld. Dat zal misschien voor korte termijn zijn. Dat ze na gaan denken wat ze willen doen. En juist de winst die ze hebben, in plaats van aan aandeelhouders uit te geven, juist te investeren in hun bedrijf, zodat aandeelhouders in de toekomst ook nog iets hebben. En dat hangt eigenlijk samen met het derde punt, en dat is dat Shell eigenlijk een duidelijk plan moet hebben. Dat is er op dit moment niet. Ik denk dat daarom het aandeel ook zo negatief staat. Als Shell nou duidelijk zou zeggen van, we gaan geen dividend uitbetalen, want we gaan dit doen, in plaats van juist projecten schrappen, dan is het voor aandeelhouders ook makkelijker te zien waar Shell mee bezig is, waar Shell zich op richt,
En kun je natuurlijk meegaan in die toekomst als je erin gelooft. Het zal goed zijn voor de koers, denk ik. Dus daar ligt ook zeker die derde kans voor Shell. En kijken we naar de koers van Shell, dan lag die voor de crisis rond de 26 euro. Terwijl die op dit moment zo 15,50 euro waard is. En natuurlijk zal hier wel weer stijgingen komen, een gedeeltelijk herstel. De vraag is alleen hoe snel dit gaat. Hangt heel erg af van ten eerste dus hun plannen, maar ook zeker van de oliekoers. En daar hebben ze niet zo heel veel impact op. Dus ja, verwacht wel dat je wat winst kunt maken, maar dat het zeker gepaard gaat met risico. De volgende sector die ik wil bespreken zijn er eigenlijk twee, maar ze lijken heel erg op elkaar. Dat is aan de ene kant cruise lines en aan de andere kant vliegtuigmaatschappijen. Denk je dan bijvoorbeeld aan Carnival Cruise Lines of Air France KLM. En laten we dan beginnen bij de cruise lines. En afgelopen vrijdag zagen we juist van de grootste drie dat daar een flinke daling in de koersen zaten. Tussen de 10% en 15% gingen die naar beneden. En de grootste bedrijven zijn dan Carnival Cruise Lines, Norwegian Cruise Lines en Royal Caribbean. En dat de koersen zo reageerden, soms gaan ze heel erg omhoog, andere dagen gaan ze heel erg omlaag. Heeft vooral te maken met wanneer mogen ze weer gaan varen, wanneer wordt het weer toegestaan. En heel erg belangrijk ook, als ze gaan varen, komen klanten dan terug. Om te overleven hebben deze bedrijven heel veel schulden aangegaan, heel veel geld geleend. Carnaval heeft inmiddels genoeg geld om het komende jaar, de komende 12 maanden te overleven. Terwijl de andere twee nog niet al het geld hebben om zo'n periode te kunnen overleven. En ze hebben ook gewoon heel erg veel geld nodig, want ook al liggen de schepen stil, deze bedrijven zijn per maand tussen de 600 miljoen en 1 miljard dollar kwijt. Ook al liggen de schepen stil, dus hebben ze eigenlijk geen inkomsten, ze hebben wel deze kosten. Dat is een belangrijke kostenpost. Aan de andere kant, heel veel klanten hadden al een cruise geboekt, vooruitbetaald. En gaan we kijken naar Carnaval. Zij zeggen dat 55% van die reserveringen klanten in ieder geval weer het geld terugkrijgen. En dan krijgen ze niet alleen het geld terug, maar ook een extra vergoeding eigenlijk, voordat het niet doorgaat, van tussen de 300 en 600 dollar. Dus reken die twee dingen samen, het stilliggen en klanten die geld terugvragen, dan betekent het gewoon dat je ook heel veel geld nodig hebt. En dat deze bedrijven het moeilijk zouden krijgen en ook dat zeker overheden hun niet zouden gaan helpen, had ik al in een vorige video besproken. Dat had ermee te maken dat deze bedrijven vaak gevestigd zijn, bijvoorbeeld op Panama, echt belastingparadijzen. Dus als land zijnde profiteer je niet van winstbelasting die een bedrijf binnenhaalt en dat soort dingen. Dus waarom zou je bedrijf vervolgens wel gaan helpen? Gelukkig is het nu wel zo voor deze bedrijven dat Duitsland te hulp schiet. Niet dat Duitsland iets heeft met het bedrijf, maar Duitsland heeft juist iets met de sector. De land waar deze grote cruiseschepen gemaakt worden en ook onderhouden worden dus. Dat is Duitsland, dus er hangt gewoon heel erg veel banen. Een stuk van de economie hangt hiermee samen. En Duitsland komt deze bedrijven nu tegemoet voor uitstel van betaling, want heel veel van deze schepen worden gewoon geleased. Vaak nog via de werf bijvoorbeeld, of het financiële maatschappij in Duitsland. Maar meer over leaseconstructies komen we straks even op terug. Laten we nu ook gaan kijken naar juist de vliegtuigmaatschappijen. Bij vliegtuigmaatschappijen zien we namelijk wel steun vanuit de overheid. Kijk bijvoorbeeld naar Air France KLM. Daar komt de Franse en Nederlandse overheid hun tegemoet. Ze stellen leningen beschikbaar en staan ook voor een groot gedeelte garant voor het bedrijf of van de leningen die ze aangaan. Kijk bijvoorbeeld ook naar Lufthansa, waar dan de Duitse overheid juist weer wil helpen, geld wil geven. Alleen wel waarschijnlijk in de vorm dat ze ook een aandeel krijgen of zeggenschap krijgen in het bedrijf. En tegelijkertijd is er Ryanair, een prijsvechter die dan weer rechtszaken gaat beginnen, juist tegen deze staatssteun. Want Ryanair zegt natuurlijk, waarom worden die bedrijven wel geholpen, terwijl wij het al moeilijk genoeg hebben. Dit is oneerlijke concurrentie, het wordt dus benadeeld eigenlijk. Dus ja, wat daaruit gaat volgen is ook best wel spannend, denk ik. Maar ook al krijg je als bedrijf zijnde als Air France KLM die steun, dat wil niet zeggen dat je daar per se blij van moet worden, lijkt mij. Gaan we namelijk kijken naar de winst van Air France KLM de laatste jaren. Dan zien we in 2016 dat ze 792 miljoen euro winst hadden. Het jaar erop 163. Het jaar daarop 420 miljoen. En afgelopen jaar 290 miljoen euro winst. Frankrijk gaat helpen met een lening van maximaal 7 miljard. Nederland hangt een beetje af van de situatie tussen de 2 en 4 miljard. Dus laten we samen zeggen even 10 miljard euro wordt er beschikbaar gesteld aan KLM. KLM had vorig jaar al een schuld van 28 miljard. Komt er dus nu 10 miljard bij, wordt het 38 miljard, oftewel een stijging van 35%. En de vraag is dan, kunnen ze nog wel winst maken met dit soort leningen? Want we zagen al, juist in de goede jaren hadden ze 800 miljoen, in de andere jaren 300 tot 400 miljoen. Maar er komt nu dus een lening bij van 10 miljard. Ook daar moet op
worden afbetaald, misschien dingen worden bezuinigd. En ook hier is het maar de vraag of passagiers gewoon terugkomen naar de oude situatie. Stel, we gaan uit van de oude situatie en we pakken het beste jaar van die laatste paar jaar. En dat was zeg maar 800 miljoen. Dan hebben ze alsnog 12 keer de jaarwinst nodig van het beste jaar om die lening af te betalen. En kun je eigenlijk dus afvragen van, moet je zo blij zijn met al deze schuld? De overheid zal het dan ook echt niet doen voor het bedrijf zelf, maar vooral voor alle bedrijven die eraan gekoppeld zijn. Denk in Nederland dus echt niet voor KLM, maar vooral voor Schiphol, waar KLM een heel erg belangrijke partner is. Schiphol en alle toeleveranciers wat er omheen hangt, hangen 111.000 banen hangen daaraan vast. Dus het is echt niet zo dat de overheid zich richt op KLM omdat dat bedrijf zo belangrijk is. Nee, het is juist zo al die bedrijven die eraan vasthangen die veel belangrijker zijn. En eigenlijk hetzelfde bij de cruise lines trouwens. Ook hier zul je zien dat reizigers eigenlijk een voucher krijgen om een reis op een ander moment in te halen, zeg maar. Maar niet iedereen zal hier gebruik van maken. Niet iedereen kan hier gebruik van maken. Dus als hier de vliegtuigmaatschappijen ook geld moeten terug gaan geven, gaan hier ook miljarden euro's weer uit de deur, zeg maar. Een heel erg moeilijke situatie lijkt me. En dat zie je ook al in het nieuws trouwens terugkomen, dat het aan wordt gekondigd van, zorg dat de wetgeving zo wordt dat ze niet verplicht zijn om geld terug te geven, want daar gaan vliegtuigmaatschappijen aan ten onder. En voordat we gaan kijken naar de kansen voor dit soort bedrijven, wil ik je eigenlijk vragen, denk eens goed na over wat je nou eigenlijk echt koopt bij dit bedrijf. Kijk niet alleen naar waar komt de winst vandaan, waar wordt het geld aan uitgegeven, maar wat is nou echt de waarde van het bedrijf? Waar bestaat het bedrijf nu echt uit? Denk dan bijvoorbeeld bij cruise lines of vliegtuigmaatschappijen, maar eigenlijk ook bij autofabrikanten trouwens. De vliegtuigen en cruiseschepen zijn geleased, zijn dus geen eigendom. Het is juist een last, want ze moeten maandelijks daarvoor betalen. Vandaar die 600 miljoen tot 1 miljard euro per maand dat ze kwijt zijn. Onder andere dus door die leaseverplichtingen. Ook de havens of de luchthavens waar ze komen zijn gewoon leaseverplichtingen, contracten om gebruik te maken van die plekken, van die startrechten, opstijgrechten, noem het allemaal maar op. Ook dat is geen bezit. En ze hebben vaak ook geen techniek die het bedrijf uniek maakt. Zeker bij een vliegtuigmaatschappij, die leased gewoon de vliegtuigen. Hun verdienmodel zijn gewoon de passagiers. Ook bij cruiseschepen is dit het geval. Bij autofabrikanten is het dan nog iets anders. Omdat zij eigenlijk wel produceren, maar heel veel van hun onderdelen zijn ze weer afhankelijk van toeleveranciers. Dus heel veel punten eigenlijk daarin bezitten zij de techniek niet, ze hebben niet de patent en dat is juist denk ik een heel erg belangrijk onderdeel en waarom je dus ook moet nagaan denken van wat koop je nu echt als je KLM koopt. Denk niet dat je dan een vliegtuigmaatschappij met vliegtuigen een stukje van de luchthaven koopt, want dat is gewoon niet zo. Je koopt eigenlijk gewoon een bedrijf met heel veel verplichtingen aan de ene kant en volledig afhankelijk dus vooral van passagiers. Maar dat gezegd hebbende zie ik twee kansen voor dit soort bedrijven. Ten eerste is dat vooral wanneer er weer positief reisadvies komt. Eigenlijk hetzelfde als we bij het vorige sector zeiden. Wanneer dat weer naar uit gaat zien dat heel veel mensen gebruik kunnen gaan maken van dit soort diensten, zal de koers daarop reageren. Het lijkt er alleen op dat deze maand in mei en ook volgende maand in juni nog heel veel stil zal liggen. Vliegtuigmaatschappijen zeggen dit zelf al. En mochten ze dit weer langzaam op gaan starten, dan is het maar de vraag of ze daarvan volop kunnen profiteren. Ik denk ook dat hier, net zoals bij autofabrikanten, langzaamaan opgebouwd moet worden. Niet de volledige capaciteit benut zal worden, kan worden, als mensen al terugkomen. En dat het herstel ook echt wel, misschien wel tot volgend jaar ergens duurt. Waar ik nog wel een kans voor zie, zijn juist door die lage olieprijzen. Kerosine hangt daar natuurlijk aan samen en kerosine is ook een van de belangrijkste kostenposten voor een bedrijf. Dus lage olieprijzen, wanneer het weer meer gevlogen zal worden, zullen zij daarvan kunnen profiteren. De vraag is alleen, hoeveel profiteren zij daarvan? Want bijvoorbeeld een bedrijf als KLM, Air France KLM, doet 60% van hun verwachte afname eigenlijk van olie, zetten ze vast door middel van futures en contracten en dat soort dingen, om eigenlijk een gedeelte vast te hebben staan, dat als het de prijs duurder wordt, ze dan niet te veel voor gaan betalen. In dit geval, als het daalt, kunnen ze daar niet van profiteren, maar wel van die overige 40%. Dus olieprijzen, denk ik, gunstig. Zeker wanneer alles weer hervat wordt. Maar zoals denk ik wel duidelijk is, is mijn inziens in ieder geval zo dat de kansen niet opwegen tegen de risico's op dit moment, met de informatie die we nu hebben dus. En dit is ook vooral gebaseerd dus op de kleine winst die ze eigenlijk maken in de goede jaren. En denk echt maar niet dat de komende jaren goede jaren gaan worden voor de luchtvaartmaatschappij. Maar je kunt mij wel helpen aan goede jaren, zodat ik meer van dit soort video's kan maken. Dus vind je het een leuke, interessante video, geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden.
en wordt deze video aangeraden aan meer mensen op YouTube. En wil je meer van dit soort video's zien? Ik maak elke week 2 video's. En als je nog geen lid bent van het kanaal, klik dan hieronder om te abonneren en klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. Gaan we door naar de volgende sector en dat zijn de autofabrikanten en dan vooral de aandelen van Volkswagen en Tesla. En ik heb hier vorige week al een video over gemaakt, zal hem hier linken. Een heel uitgebreide video, misschien iets te uitgebreid. Bijna een half uur duurde die en niet heel goed ontvangen, maar in ieder geval het was de basis over hoe ik de auto-industrie zag. Sinds die video zijn er weer wat verkoopcijfers, kwartaalcijfers bekend geworden. Kijken we naar de verkoopcijfers van afgelopen maand hier in Nederland, dan zien we dat het aantal autoverkopen vorige maand gehalveerd is. Kijken we naar Ford, dit kwartaalcijfer dus van het eerste kwartaal, de omzet nam met 15% af. Ze hadden een verlies van 2 miljard en ze verwachten voor het komende kwartaal, het kwartaal waar we dus nu in zitten, Q2, dat ze daar minstens 5 miljard dollar verlies in gaan leiden. Ook Volkswagen kwam met kwartaalcijfers. Zij zagen een afzetdipje, zeg maar, of niet eens een dip, een afname van 23% en de omzet daalde met 8%. En het enige bedrijf wat eigenlijk goede cijfers had, zelfs boven verwachting, dat was Tesla. Zij zagen de afzet toenemen met 33%, de omzet toenemen met 38% en hun cashpositie nam zelfs nog toe met 1,8 miljard tot meer dan 8 miljard dollar. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk hoeveel geld je op dit moment beschikbaar hebt om deze crisis te kunnen overleven. En in die vorige video besprak ik ook verschillende verdienmodellen. Nou, we zagen al dat een van de belangrijkste verdienmodellen van heel veel autofabrikanten tegenwoordig het leasen wordt. Kijken we naar Ford bijvoorbeeld. Van 1 op de 3 dollar die gewoon verdiend werd, werd door middel van leasen verdiend. En zoals we net al bespraken bij vliegtuigmaatschappijen, cruiseschepen, die worden geleased bij de maker daarvan of bij een financieel bedrijf wat daaraan gelieerd is, zeg maar. Is dat ook het geval bij autofabrikanten? Grote bedrijven leasen vaak heel veel auto's bijvoorbeeld direct bij Ford. En Ford baseert dan weer het lease tarief aan de ene kant op de waarde van de auto zoals ze hem nu bouwen, maar ook zeker op de restwaarde. Dat is een heel erg belangrijk punt. Als die auto zoveel kilometer heeft gereden en zo oud is, is hij dat bedrag nog waard? Nou, daar zien we juist nu een heel erg moeilijke situatie ontstaan, want heel veel Amerikanen betalen nu wel hun huis, maar niet hun auto. Dus die auto wordt misschien binnenkort wel teruggenomen door Ford. En als dat heel veel gebeurt, heeft dat impact op de restwaarde, maar niet alleen particulieren. We zien nu ook juist bij verhuurbedrijven, dus bedrijven die echt heel veel auto's leasen bij dit soort autofabrikanten, dat die het gewoon heel erg moeilijk hebben. We zien bij Hertz bijvoorbeeld dat ze een gedeelte of in ieder geval betalingsverplichtingen niet hebben voldaan, dat ze mogelijk dus zelfs wel failliet gaan. En dit zal waarschijnlijk ook hetzelfde geval zijn bij andere bedrijven zoals Avis. En dus is de kans heel erg groot dat er heel veel tweedehands aanbod komt, maar niemand wil een auto kopen. Restwaardes gaan daardoor natuurlijk heel erg omlaag. En juist het hele leasemodel is gebaseerd op restwaarde. En wie gaat dit voelen? Dat is natuurlijk de autofabrikant, niet het bedrijf wat failliet is. En zal bijvoorbeeld Ford het bedrijf zijn wat hier zijn verlies moet nemen. Maar gelukkig zie ik voor deze sector nog wel kansen. De eerste kans die ik zie zijn elektrische auto's. We zien natuurlijk dat de consument nog wat afhoudend is, omdat vaak de prijs van een elektrische auto nu nog hoog is. Maar wat zij zien is natuurlijk de verkoopprijs. Als je gaat kijken naar wat een elektrische auto kost gedurende zijn levensduur, dan is dat inmiddels al lager dan een gewone normale auto met verbrandingsmotor. Dus wanneer de consument dat inziet, en ook toevallig wanneer meer betaalbare auto's, natuurlijk elektrische auto's, worden aangeboden, liggen daar denk ik wel echt wel kansen. En daarnaast zijn natuurlijk elektrische auto's ook gewoon onderscheidend, dus ook altijd iets waar mensen naar op zoek zijn. Kijken naar elektrische auto's, welke zijn dan belangrijk? Nou, natuurlijk Tesla, die heeft alleen maar elektrische auto's. En vervolgens Volkswagen. Zij zijn eigenlijk het enige bedrijf wat er eigenlijk ook echt serieus mee bezig is. Niet alleen dat ze het zeggen, maar ook echt doen. Aan de ene kant trouwens wel zeggen, want de CEO van Volkswagen zegt ook gewoon: Tesla bezorgt mij hoofdpijn. En ik denk dat dit een heel erg belangrijk punt is, want waar eigenlijk alle andere autofabrikanten het vaak nog ontkennen, de opkomst van elektrische auto's, is in ieder geval Volkswagen die het al erkent en daardoor eigenlijk al toegeeft dat ze er flink mee bezig moeten zijn en ook willen zijn. Dan is het natuurlijk wel zo dat je dan het juiste aandeel moet kiezen en het juiste aandeel tegen de juiste koers. Kijk bijvoorbeeld naar Tesla, dat zien we de laatste tijd best wel hoog staan. Gaf zelfs ook Elon Musk toe in een tweet van: Tesla staat misschien wel wat hoog, maar vervolgens het aandeel weer stuk naar beneden ging. Kan ook nog best wel consequenties hebben natuurlijk, aangezien Elon Musk en de SEC al vaker dit soort probleempjes hebben gehad, zeg maar. Dus
Benieuwd hoe dat af gaat lopen. Maar ook analisten hebben inmiddels het aandeel wel iets lager gewaardeerd dan dat het nu staat. Maar zeg maar tussen de $600 tot $800 zeggen veel analisten dat dat de waarde wel is voor de komende maanden. En ik weet dan vooral veel over Tesla natuurlijk, omdat ik daar zelf aandelen in heb. Maar ga jij kijken naar autofabrikanten, geef ik je de tip mee. Ga vooral kijken naar welke bedrijven zijn bezig met de toekomst en hebben ook een deel van de toekomst eigenlijk in bezit. Want net zoals ik al eerder zei, bijvoorbeeld KLM, zijn ook autofabrikanten vooral afhankelijk van derde partijen die onderdelen maken, toeleveren, ook de techniek leveren. En zijn autofabrikanten dus eigenlijk gewoon, zoals de naam al zegt, fabrikant. Zij monteren alle onderdelen tot één geheel. Dus let vooral goed op welke bedrijven hebben bijvoorbeeld patenten op de techniek, patenten op dingen in de toekomst en kunnen op die manier profiteren, omdat ze juist een gedeelte van de productie niet alleen zelf doen, maar ook daar de patenten op hebben dus. Tesla heeft dit bijvoorbeeld met de software die ze hebben, de accupakketten die ze maken. Natuurlijk levert Panasonic de batterijen, maar Tesla maakt er een accupakket van met alle software die erbij hoort. En dat is denk ik het belangrijkste van een elektrische auto. En zoals gezegd, ik weet dat vooral van Tesla. Dus ga vooral onderzoek doen naar merken die jij in gedachten hebt. En kijk wat zij eventueel aan patenten hebben, welke techniek zij zelf in beheer hebben. En denk ook vooral aan de toekomst. Dus in plaats van autobezit wordt er dadelijk toegang tot een auto, oftewel transport as a service. Diensten zoals Uber, Lyft, Waymo van Google, daar zit denk ik de toekomst. Dus niet meer per se dat jij een auto koopt, maar dat je gewoon een auto oproept wanneer je hem nodig hebt. En dat je geen lasten hebt wanneer je hem niet nodig hebt. Daar ligt denk ik echt wel de toekomst. Dus richt je niet alleen tot autofabrikanten, maar juist ook naar bedrijven die bezig zijn met de toekomst van mobiliteit. En als laatste sector had ik banken en verzekeraars, bedrijven zoals ABN AMRO en Aegon. Maar omdat deze video lang genoeg duurt, laat ik hier maar even heel kort op ingaan. Ik zie vooral heel veel risico's bij banken en verzekeraars op dit moment. De banken hebben natuurlijk verschillende verdienmodellen. Eén daarvan zijn hypotheken. Dat zal wel een belangrijke basis blijven en ook wel gewoon doorgaan. Maar de andere zijn vaak leningen. Ja, zoals we zeggen, heel veel bedrijven lenen nu extra. Ze gaan ook alleen geld geven aan bedrijven die toekomst hebben. Dus misschien hebben ze ook wel ondernemers gesteund die misschien nu niet meer zoveel toekomst hebben. Moeten ze daarop afschrijven? Hou ze ook rekening mee. We zagen al dat banken heel veel geld apart zetten, omdat ze gewoon Q2, Q3 heel erg moeilijke tijden verwachten. En ook heel veel kleine ondernemers, het MKB, zal het echt wel moeilijk gaan krijgen, denk ik. We kunnen wel weer open gaan, zoals gezegd. Maar als vervolgens maar 30% van jouw restaurant gevuld is, ja, dan kun je waarschijnlijk geen winst maken. Ga je uiteindelijk nog failliet. Dus ik denk dat banken heel veel leningen zullen moeten gaan afschrijven. Zij lenen ook vaak trouwens ook heel veel aan grote bedrijven, oliebedrijven. Ook daar zullen echt wel afschrijvingen gedaan moeten gaan worden. En dan zou ik normaal gesproken de kansen bespreken voor deze sector. Maar ik zie niet echt kansen. Ik zie vooral heel veel risico's. Zie jij wel kansen? Ben ik heel erg benieuwd. Laat dat weten in de reacties onder deze video. Onderbouw ook vooral waarom je bepaalde dingen ziet, waar je de kansen voor deze sector ziet liggen. En deel dus je visie met ons, zodat wij er ook wat van kunnen leren en misschien wel inderdaad toch een kans kunnen spotten die jij aangeeft. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken? Maar ook deze video wordt meer aangeraden op YouTube, zodat je op die manier het kanaal kan helpen. Wil je zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Ben je nog geen lid van het kanaal? Klik dan hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje daarnaast om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En zie ik jou graag terug bij de volgende video.